Wat doe jij hier binnen? Je gaat me niet vertellen dat je bang bent in het donker. Nou, luister goed. Toevallig ben jij wel de wakend. Vooruit, ga ons bewaken. Het is jouw verantwoordelijkheid om dit huis te bewaken en deze tuin en de hele buurt. Oh, wat erg. Oké, knoop dit goed in je oren. Vannacht blijf je buiten als een goede waakhond, anders krijg jij morgen geen eten. Laat je maag het maar beslissen. Ik ben blij dat ik streng was. Die hond moet leren om buiten te blijven. Waarom voel ik me altijd schuldig? Ik heb een probleem. Eigenlijk is het Snoopy. Hij is ineens bang om 's nachts buiten te slapen. Hij hoort steeds geluiden. Bent u ook bekend met dierenpsychiatrie? Kunt u hem misschien helpen? Tuurlijk. Ik help elke patiënt met een probleem en met geld. Ga zitten. Charlie Brown zegt dat jij met een probleem zit. Het schijnt zo te zijn dat jij een angstbeeld vertoont voor de nacht of zoiets. Is dat zo? Eigenlijk kan ik net zo goed een teddybeer ondervragen. Als ik het goed begrepen heb, hoor jij 's nachts allemaal geluiden. Daardoor ben jij te bang om buiten te blijven en je taak als waakhond te vervullen. Waardoor jij je eigenlijk weer schuldig voelt. Klopt dat? Blijf wakker als ik tegen je praat. We zorgen hier wel voor een goede dokter-patiëntrelatie of jij krijgt een dreun voor je kop. Heb jij dat begrepen, stomme? En je hoeft heus niet te salueren. Laten we het eerst eens over je jeugd hebben. Was je gelukkig thuis? Hield je van je vader en van je moeder? Hoe waren je gevoelens tegenover de andere, laat ik zeggen, honden binnen het gezin? Luister, jij moet als je weer bang bent je gewoon ontspannen en aan iets leuks denken. Dan zeg je maar tegen jezelf, iedereen houdt van me, ik ben nodig, ik ben belangrijk. Deze brief is voor jou, Snoopy. Het ziet eruit als een rekening. Eens kijken, het komt van Lucy, je dokter. Je bent haar een bedrag schuldig van totaal 20 cent, exclusief BTW. Wanneer betaal jij die rekening nou eens een keer? Ik heb jou genezen en nou wil ik mijn geld, stomme hond. Zo kan ik mijn werk toch niet doen? Denk jij dat wij, dokters, het voor onze eigen lol doen? Nou, mooi niet. Ik ken jouw soort. Jij dacht dat je onder die betaling uit kon komen. Zal ik jou eens wat vertellen dan wat ik ga doen? Ik pak gewoon jouw hondenbak. En die krijg je niet terug voordat je die 20 cent betaald hebt. Heb je dat begrepen? Hou op met dat getrap! Hey Snoopy, ik heb de rekening van je dokter betaald en je hebt je hondenbak terug. Na die 20 cent kan ik wel fluiten. Maar je kunt het terugbetalen door een goede waakhond te zijn, een trouwe vriend en een gehoorzame hond. Waarom heb ik geen gewone hond zoals iedereen?